Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuw seizoen van Eredivisie voorspellen. Dit is even uit mijn hoofd het 8e seizoen dat we het doen en ik heb er super veel zin in. Voor de mensen die nieuw zijn, welkom. Je kan hier meedoen met Eredivisie voorspellen. Het is heel casual, je kan niet per se iets winnen, maar het is meer gewoon een hele groep die bij elkaar komt en voorspellingen doet. En die ga ik dan aan het eind van elke week ga ik die controleren en of het allemaal klopt. Om mee te doen is super simpel. Je laat gewoon een reactie van de voorspellingen die jij maakt, laat je in de reacties achter. Daarbij zet je voor de eerste keer eventjes bij voor welke club je bent, want daarmee laat ik ook eventueel zien zeg maar, voor welke club je bent in de video zelf. Dat is gewoon een leuk extraatje. En dan vanaf dan eigenlijk gewoon onder elkaar op de volgorde die ik aangeef op het scherm. Zet je voorspellingen neer en na elke speelronde dan kijk ik ze na en dan kan je punten verdienen. Het werkt zeg maar zo, je krijgt 3 punten als je de complete stand goed hebt. Je krijgt 1 punt als je de juiste winnaar hebt en als het gelijk wordt en je hebt gelijk voorspeld, krijg je natuurlijk ook 1 punt. En je krijgt 0 punten als je de verkeerde winnaar hebt gekozen. Het is eigenlijk super simpel. Ik heb een groot Excel-bestand elk seizoen waar ik voor iedereen gewoon de punten inzet. Die is altijd te vinden in de beschrijving. Ik wil jullie altijd vragen om wel eventjes je eigen score ook na te kijken. Het kan namelijk wel eens dat ik een foutje maak. Dus gewoon in de volgende video zet je gewoon bij je nieuwe reactie neer van oh, bij de volgende vorige aflevering is het de puntentelling niet helemaal goed gegaan. Wil je daar nog een keer naar kijken? En dan kijk ik er nog een keer naar. En dan regelen we het gewoon op die manier. Verder hebben we een Discord channel, tenminste van mijn YouTube kanaal. Dat heeft met de games te maken die ik speel, maar ook met Eredivisie voorspellen. Want daar hebben we namelijk een voetbalpraatchat. En dan komen eigenlijk iedereen die meedoet met Eredivisie voorspellen, komt daar mee. En dan praten ze met elkaar over voetbal. En dat is eigenlijk wat daar gedaan wordt. Dus ben je natuurlijk ook van harte welkom. Ook daarvan staat een linkje in de beschrijving. En we spelen ook OSM, dus je kan misschien ook wel meedoen aan het nieuwe seizoen van OSM. Die denk ik over... Ik denk een week of 3 zal gaan starten. Laten we eerst eens gaan kijken naar de allereerste wedstrijden die wij gaan voorspellen. We beginnen natuurlijk met de Johan Cruijffschaal. Hij wordt een keertje door het andere clubs gespeeld, namelijk door Ajax en PSV. Nou, dat is een joke en die joke is ook niet van mij, dat is een van de voorspellers. Die zei dat tegen mij, toen moest ik heel hard lachen. Want dit is eigenlijk altijd de Johan Cruijffschaal. Het is interessant om altijd even te kijken wat de krachtmeting is. Ligt er een beetje aan of iedereen met zijn goede team komt natuurlijk. Zeker voor PSV omdat die daarna een moeilijke wedstrijd hebben tegen AS Monaco. Even voor de duidelijkheid, ik doe ook Europese wedstrijden voorspellen. Maar daar begin ik altijd pas vanaf speelronde 1 mee. Omdat ik dit iets verder van tevoren opneem en dan nog niet... De wedstrijden zeker zijn voor bijvoorbeeld een AZ of voor een FC Twente. In dit geval AZ weet natuurlijk nog helemaal niet of ze doorgaan naar de volgende ronde en dan kan je die niet meenemen in deze video. Dus vandaar dat ik dat nu nog niet doe, maar vanaf na deze video zeg maar, vanaf speelronde 2 doen we ook de Europese wedstrijden en de KNVB-beker wedstrijden. En voor de eerste ronde van de Eredivisie zijn de komende wedstrijden namelijk Heerenveen tegen Sparta, Fortuna tegen Ajax, Cambuur tegen Excelsior, PSV tegen FC Emmen, RKC ontvangt FC Utrecht, Groningen moet thuis tegen Volendam, Vitesse speelt tegen Feyenoord, NEC ontvangt FC Twente en AZ moet thuis tegen Go Ahead Eagles. Dat was de eerste aflevering van Eredivisie voorspellen. Laat allemaal je reactie achter met de club waar je voor bent en wie weet krijgen we weer een hele lijst met voorspellers. Het is super leuk als je voor het eerst meedoet. Dat vind ik alleen maar leuk. Ik wil je bedanken voor het kijken. Adios amigos.